Het is begin november 2011 en op het terrein van Hof van Eckbergen gebeurt iets zeer bijzonders. Grote bomen met een flinke kluit worden aangevoerd om een plek te krijgen in de dierenweiden die hier worden ingericht. Deze bomen gaan een plaatsje krijgen naast dit in aanbouw zijn dierenverblijf. En daarvoor moet een flink klantgat uitgegraven worden. Hof van Eckbergen biedt deze bomen zogezegd een tweede leven. Doordat de huidige toegangsweg vanaf de Lintveldseweg naar zwembad Het Vinkennest wordt verbreed tot 6 meter, stonden deze bomen op de nominatie om door de gemeente Berkelland te worden gekapt. Goed overleg met de betreffende ambtenaar van de gemeente maakte adoptie van zo'n 40 eikenbomen mogelijk. Dit is toch wel een zeer bijzondere manier van hergebruik. Ook in en rondom het gebouw staat ondertussen het werk niet stil, waarbij nu vooral de afwerking de aandacht krijgt. De aanvoer van bomen gaat nog even door, waarbij het de kunst is om de bomen met zoveel mogelijk kluit uit de grond te krijgen. En dat is nodig omdat ze niet geprepareerd zijn om verplant te worden, zoals dat het geval is met gekweekte bomen. Maar er zal goed voor ze worden gezorgd, onder meer door ze in deze droge periode regelmatig te begieten. Het is voor Hof van Eckbergen bijzonder welkom dat deze toch al wat hoge bomen zijn geplaatst, zodat ze samen met het borstplantsoen, overig groen en niet te vergeten de kikkerpoel een prachtige biotoop vormen waar vele vogelsoorten en kleine zoogdieren straks hun plekje zullen vinden. Het zal echter nog wel even duren voordat de natuur dit alles in balans heeft gebracht. Maar het ziet er nu al beter uit. We zijn nu in de fase gekomen dat er ook aan de achterzijde van het gebouw ruimte moet komen, zodat we kunnen beginnen met de aanleg van de overdekte terrassen en de buitenspeelaccommodatie. Vandaag worden de bouwketen dan ook afgevoerd, hoewel een tweetal daarvan nog voor even een plekje krijgen aan de voorzijde van het gebouw. Hier is men begonnen met het inplanten van het borstplantsoen. Een tiental boomsoorten zoals eik, beuk, berk, krentenboom, hazelnoot, wilde pruim en nog enkele soorten leveren hier hun bijdrage aan een diervriendelijke leefomgeving. Het nog steeds mooie weer maakt het mogelijk om ook buiten lekker door te werken. Zoals hier aan de voorzijde van het gebouw, waar een gezellig passantenterras wordt aangelegd. En af en toe is er even tijd voor een kijkje in de keuken. Inmiddels is er ook begonnen met de bestrating rondom het gebouw. Dat gaat lekker snel, maar er is dan ook een goede basis voor gelegd. Het is prettig te ervaren dat het tegelijkertijd ook binnen lekker opschiet. Er is begonnen met de afwerking van de wanden en ook de aansluiting van de nutsvoorzieningen laat niet lang meer op zich wachten.
Terwijl het bestraten aan de voorzijde flink opschiet, wordt aan de achterzijde de tijdelijke toegangsweg tot het bouwterrein verwijderd, zodat men ook hier, volgens plan, aan de inrichting kan werken. En dan moet de bronbemaling worden ingezet, want de half ondergrondse afvalcontainers voor papier en restafval worden geplaatst. Een leuke bijkomstigheid daarbij is dat we nu kunnen zien hoe straks het hemelwater zijn weg zal zoeken door de wadi's op weg naar de kikkerpoel. Het uitgraven was een flinke klus, maar de afvalcontainers staan inmiddels op hun plek. Op de overkapping, waaronder ook een drietal hondenkennels komen, wordt na wat passen, meten en slijpen de laatste dakplaat gelegd. In opdracht van de gemeente Berkelland is gestart met de aanleg van 100 extra parkeerplaatsen en het verbreden van de huidige toegangsweg tot 6 meter, zodat zwembad Het Vinkernest en Hof van Eckbergen ook vanaf de Lintveldseweg goed bereikbaar zijn. De verbrede toegangsweg zal opnieuw worden bestraat en de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen worden voorzien van een asfaltlaag. Rondom de kikkerpoel wordt nu het overtollige witte zand afgevoerd en elders op het terrein gebruikt. Met het afrasteren van de dierenweiden is ook begonnen door het plaatsen van hardhouten afrasteringspalen. In het gebouw is het nu behagelijk, want vanaf 8 november brandt hier de kachel. Ideale omstandigheden voor het verf- en behangwerk. Het is vrijdagmiddag 18 november 2011. Op dit rustige moment laat het gebouw zich aan de voorzijde al bijna zo zien als het plaatje dat we steeds voor ogen hadden. Dus januari 2012 is de opening van Hof van Eckbergen. Het moet lukken. Wilt u ons volgen? Bezoek dan onze website en meld u aan voor de nieuwsbrief. Volg ons op Twitter met apenstaartje Hof van Eckbergen. Of word vriend op Facebook of Hives. Tot ziens!